Welkom aan boord van de Dwetflat 1040 Marne. Aan de hand van deze video zal ik jullie het schip uitleggen. We beginnen voorin. Toiletruimte. Nagebruik. Knopje linksonder. Water. Er wordt gespoeld met buitenboords water. En rechts is afkoelen. Daarnaast zit de douchepomp. Tijdens het douchen. Pomp aanhouden. Keuken. De gaskookplaat. Drukken, draaien, even vasthouden. En dan doet hij het. Hier zit de kachel. Het knopje rechtsboven is de aan- en uitknop. En het pijltje hoog naar beneden is voor de temperatuurregeling. Dit is het stroompaneeltje. De uitleg vindt u in het boordboek. Mainzone betekent in ieder geval dat het schip is verbonden aan walstroom. Het schip heeft twee stuurstanden. Dit is de binnenstuurstand en hier wordt gestart en gestopt. De schakelaar staat erbij in het Nederlands wat het is. Dit is de voltmeter. Het is een 12 volt schip. Dus zorg ervoor dat er altijd meer dan 12 volt in de accu zitten. Dit kan door de motor aan te zetten of walstroom aansluiten. Als die onder 12 volt komt, zal de stopcontacten, de koelkast en de kachel niet meer werken. Boeg en de heksroef. Door twee keer op het knopje gaat hij aan. En de richting van de joystick is de richting van het schip. En met één keer gaat hij uit. De motor. Zet hem op contact. Klein stukje verder om te gloeien. En dan start. Zorg ervoor dat de hendel in neutraal staat. En dan kun je wisselen van stuurstand. De buitenstuurstand. Hier is de GPS met dieptemeter. Zo zet je hem aan. Eén keer op het knopje. Hier ook weer boeg- en heksroefbediening. Twee keer dus aan, branden de lampjes groen. Richting van de joystick is richting schip. En één keer is die uit. De gashendel boven. Als je van richting wil veranderen, altijd zorgen dat hij 2 seconden in de neutraal staat. Dan pas in de andere richting. De GPS even akkoord geven. En dan vind je ook links onder de dieptemeter, dus onder het schip. Hier aan de zijkant onder zit de uitlaat. In tegenstelling tot veel andere schepen komt hier geen koelwater uit, dat klopt. Het dopje voor het drinkwater, de sleutel om te openen, die vindt u op de buitenstuurstand. En wilt u de derde dag het water bijvullen, dan zit u nooit zonder. Zitten, pen in het gat en dan vooruit, achteruit om het anker omhoog te draaien. Om de diesel bij te vullen zit hier onder de treden,
Maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Er is genoeg voor 2 weken aan boord. De gele kabel is van de walstroom. Als u de kabel wilt verwijderen, dan eerst de landzijde los en dan pas het schip in.